Goeiedag. Ja, we hebben te maken met een zeer interessante weersituatie waar ik uitgebreid stil bij ga staan. Maar we beginnen iets wat er afgelopen nacht is waargenomen boven Nederland. Paarse luchten, dat gebeurt echt wel vaker. Maar toch krijgen we vaak de vraag van wat is dat nou precies? Is dat een variant van het noorderlicht of is het misschien wel wat buitenaards? Nou, dat is allemaal niet het geval. Het is gewoon reflectie van kastlicht op laaghangende bewolking. En dat levert dan dit soort plaatjes op. En van afgelopen nacht was dat vooral te zien in Zuid-Holland, omdat daar natuurlijk ook veel kassen staan. En ja, dat levert toch echt wel bijzondere plaatjes op. Veel meer foto's zijn er op onze website te vinden. En dan nu naar de actualiteit. Ik gaf al aan, het is een interessante, boeiende weersituatie voor meteorologen. En ik wil er ook even uitgebreid stil bij blijven staan. We hebben momenteel bijvoorbeeld te maken met grote temperatuurverschillen in ons kleine landje. In het uiterste noorden is het zo'n 8 à 9 graden. Terwijl het in het uiterste zuiden van het land al richting de 18 graden gaat. Twee verschillende luchtsoorten zijn er boven ons land aanwezig. En dat blijft de komende 24 uur in ieder geval zo. Dus die grote temperatuurverschillen, die zullen aanwezig zijn. Langzaam maar zeker morgen zal het allemaal wat minder gaan worden. Ja, we hebben natuurlijk afgelopen nacht al flink wat regen gehad. Vanmiddag krijgen we te maken met buien en later ook weer met een uitgebreid regengebied. En ook de vrijdag die ziet er kletsnat uit. Een zeer drukke weerkaart heb ik voor u met een lage drukgebied. Ja, zo'n beetje boven Groot-Brittannië. En daaromheen allemaal storingen die dus voor die neerslag zorgen. En als ik het in beweging zet, dan zien we ook dat we vanuit het zuiden steeds nieuwe neerslagzones gaan krijgen. Morgen gaat er heel veel regen vallen, met name in de noordelijke helft van het land. In het weekeinde wordt het allemaal iets rustiger, maar het blijft wisselvallig, want ook dan zijn er buien mogelijk. Dan hebben we het nu alleen over het weer gehad. De wind is toch ook wel interessant hoor. Op de Noordzee staat heel veel wind. Een oostelijke wind die ja, stormachtig is. Storm zelfs. Windkracht 9 tot bijna windkracht 10 af en toe. En ook dat blijft voorlopig zo doorstaan. En u ziet het al. Het Waddengebied dat schurkt er een beetje tegenaan. Daar komt ook flink wat wind te staan. En morgen bijvoorbeeld hebben we ook een waarschuwing uitstaan voor zware windstoten van zo'n 80 km per uur. Dat windveld dat gaat in de loop van zaterdag geleidelijk aan naar het noorden bewegen. Dan wordt het op de Wadden ook weer een stuk rustiger. Ik verwacht geen storm op de Waddeneilanden vooralsnog, maar een stormachtige wind, windkracht 8, dat is zeker wel mogelijk. En met die lage temperaturen ook die daar zijn, voelt het natuurlijk erg kil aan. Gevoelstemperatuur een paar graden boven het vriespunt. Dat was de wind. Dan gaan we nu kijken naar de neerslag. Vanmiddag buien die gaan overtrekken. Dan wordt het wat rustiger. Vannacht overwegend droog. En dan vrijdag vanuit het zuiden een nieuw neerslaggebied. Heel veel regenwater in de noordelijke helft van het land verwacht ik. Tussen de 20 en 40 millimeter. En het weekeinde, ja, dat ziet er dan weer wat meer buiig uit. Dan is er ook wel wat ruimte voor de zon. En is het wat minder nat dan de vrijdag die eraan zit te komen. Nou, vanmiddag dus hier en daar die buien met wat opklaringen. Vanavond ook nog wel enige tijd regen en vannacht dan grotendeels droog. En ook dan die grote temperatuurverschillen. 6 graden in het noorden, 13 graden in het zuiden en later in het zuiden dan ook weer de regen die binnen komt schuiven. Veel wind, matig tot vrij krachtig uit oostelijke richting. En zo ziet het er dan overdag uit. Met temperatuur in het noorden tussen 7 en 8 graden. In het zuiden 13 tot 15 graden. Veel bewolking en regen. Later op vrijdag wordt het vanuit het zuiden geleidelijk aan droog. En die 7, 8 graden, ja, dat is op de thermometer zoals gezegd. Want met die wind erbij is het daar echt kil. En dan gaan we verder kijken. Zaterdag en zondag, dan zien we in ieder geval af en toe wel weer een zonnetje hier en daar. Maar het blijft wel wisselvallig. Met temperaturen op zaterdag zo tussen 13 en 16 graden. Dat grote temperatuurverschil, dat is dan wel verdwenen. Omdat die wind naar het zuiden gaat draaien en later naar het zuidwesten. En dan krijgen we overal weer dezelfde luchtsoort. Ook zondag een dag met temperaturen zo tussen 14 en 15 graden. En hoe gaat het dan verder volgende week? Nou, even een klein vooruitzicht. Maandag, nou, ik zou bijna zeggen met z'n allen vrij nemen, want dat is een dag dat het droog is en waarschijnlijk ook wat ruimte voor de zon is. Maar daarna blijft het weerbeeld toch wisselvallig. Die zuidwestelijke stroming die blijft toch wel dominant. En dat betekent ook dat we in die temperatuur nauwelijks iets zien gebeuren de komende twee weken. Met temperaturen in de middag ja, vaak zo tussen 13 en 16 graden. En de nachttemperatuur in ieder geval nog ruim boven het vriespunt. Nog fijne dag.